Hallo allemaal, mijn naam is Natasja Keizer en in mijn volgende how-to filmpje laat ik jullie een highlight techniek zien door middel van diagonale scheidingen. Ook heb ik gebruik gemaakt van de Kiss No Yellow Pro Booster, want die onderdrukt net even dat laatste geelpigment wat vrijkomt tijdens ontkleuren. Zijn jullie nieuwsgierig? Kijk dan naar mijn volgende filmpje. Mijn model de natuurlijke kleurhoogte is een kleurhoogte 6. Dit is belangrijk voor mijn No Yellow Pro Booster. Deel het haar eerst af voordat je gaat beginnen met je highlights. Ik ga de No Yellow Pro Booster toevoegen aan mijn blondeerpapje. Het is namelijk zo dat hij het laatste geelpigment wat vrijkomt bij het blonderen neutraliseert, dus dan hoef ik niet te tonen achteraf. Ik pak 45 cc Snow White, 45 cc 6% en 10 cc Kerabond. Ik heb dus een massa van 100 cc. Ik mag over mijn totale hoeveelheid van mijn papje, mag ik bij een natuurkleurhoogte 6, mag ik 3% toevoegen. Nu is 3% van 100 cc is 3 cc. Dus ik voeg 3 cc aan mijn papje toe, omdat mijn model op een kleurhoogte 6 zit. Let dus goed op wanneer je No Yellow Pro Booster gaat gebruiken, wat de natuurtint is van je klant en hoeveel dat je maximaal mag toevoegen. Goed roeren en wanneer je roert met een kwastje, gebruik een nieuw kwastje voordat je de kleur op gaat zetten. Ik werk met diagonale scheidingen, want deze zorgen voor meer zachtheid en beweging in mijn coupe. Ik hou de diagonale lijn aan van de contourlijn aan de voorzijde. Wanneer ik mijn blondeer opbreng op het haar, ben ik wel voorzichtig met mijn kleur aan de aanzet. Ik wil hem wel dicht tegen de aanzet hebben, maar niet helemaal om van die balken te krijgen. Het puntje even wegklappen, zodat hij uit de blondeer blijft en een mooi envelopje vouwen. Ook de volgende passé, neem ook weer een diagonale scheiding. Aan de achterzijde ga ik ook door met mijn diagonale scheidingen. Ik neem ongeveer een passé op van 1,5 centimeter en dan daarin een dun passeetje zet ik in bij mijn blondeer. Dus tussen elke folie blijft een natuurhaarpluk blijft er zitten. Ook nu weer met de platte kwast veel kleur aanbrengen daar waar het nodig is en je kwast draaien naar de aanzet toe om een mooie softe lijn te krijgen naar de aanzet, zodat er geen harde lijn komt. Telkens een mooi envelopje vouwen en door naar je volgende passé. Ik kies er nu voor om met hele baantjes te werken, maar je zou het ook uit kunnen maten voor een softer eindresultaat. Nou, hier zien jullie de onderkant helemaal ingezet. En ja, mijn klant heeft een disconnectie, zoals je hier kan zien, dus die kant hoef ik niet te doen. Ik begin aan de voorzijde, want daar wil ik het ook het lichtste hebben. Ik kies ervoor om een hele passé in te zetten, maar zou je de voorzijde wat softer willen hebben, kan je er ook voor kiezen om hem uit te mazen. Ik werk met een vissengraat, dus ook weer met diagonale scheidingen bovenop, om die zachtheid in die coupe wel te bewaren. Zo dadelijk wordt mijn vissengraat aan de bovenkant wat duidelijker, maar ik begin met de contourlijn mee, met de richting mee van mijn diagonale lijn. Ook weer tot een envelopje klappen. En vervolgens ga je op deze manier ga je door. Tussen elke passé zit ongeveer 1,5 centimeter. En ik neem dan een dunne passé op die ik geheel inzet. Dus je kan het ook zien, hij is transparant. En als ik hem op mijn folie leg, zie je de folie er doorheen. Zie je de folie niet, dan is je passé te dik. En dan kom je kleur er niet goed doorheen. Dus smal, dun en netjes werken. Nu wordt het patroontje van mijn vissengraat wordt wat duidelijker. Je ziet dat ik met diagonale scheidingen werk en dat ze elkaar overlappen. Nu klap ik ze allemaal terug en dan kan je ze zien dat ze diagonaal over elkaar heen gaan. Nou, nu laat ik het even inwerken. Tussentijds kijk ik hem even na voordat ik hem uit ga spoelen. Na een inwerktijd van 45 minuten ga ik hem uitspoelen. Ik laat nu ook op de film zien dat jullie kunnen zien dat je echt een hele mooie heldere blonde tint kan krijgen zonder daarna te tonen.
En dat komt door mijn toevoeging van mijn No Yellow Pro Booster. Wanneer ik het gewassen heb met de Keramax shampoo, haal ik er nog even stap 2 overheen van de Kerabond om heel het haar af te sluiten. Als stylingsproduct gebruik ik een klein beetje arganolie. Jullie kunnen het ook zien, kleine hoeveelheid verdelen over de handen en aanbrengen in het haar. Vervolgens gebruik ik de Keramousse, want ik wil wat volume in het haar gaan creëren, de grootte van een sinaasappel, verdelen over je handen en vervolgens in het haar kamsgewijs aanbrengen. Wanneer deze twee producten dan goed verdeeld zijn in het haar, ga ik het haar in model brengen. Ik kies ervoor om een grove borstel te gebruiken om het haar gewoon mooi te polijsten. Allereerst breng ik het naar achteren in model. Nu kunnen jullie goed zien wat mijn No Yellow Pro Booster gedaan heeft. Het is een hele mooie frisse blonde tint zonder te tonen. Dat laatste restje geelpigment heeft hij geneutraliseerd. Dit is een hele frisse look die je naar achteren kan dragen. Maar ik kan het ook naar voren kammen. Dan creëer ik een hele andere look en kunnen jullie ook goed zien wat mijn diagonale scheidingen heeft gedaan. Een leuke, mooie, snelle kleurtechniek voor bij je in de salon. Hierbij het eindresultaat van mijn highlight techniek met diagonale scheidingen. Zoals je kan zien, een mooi fris eindresultaat. En dat komt ook door het No Yellow Pro Booster wat ik aan mijn blonderen heb toegevoegd. Succes allemaal!